Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijdelijk. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Als het goed is, hebben jullie zojuist de herkansing gemaakt van ST2 en die wil ik graag even met jullie bespreken. Dus we gaan even kijken naar de toets. Hier is de toets. Bla bla bla. 10 vragen, 41 punten. Formuleblad. Deze keer had je er daadwerkelijk wat aan. En. Ik begrijp niet waarom jullie onderin beeld. Wacht even. Dus. Zo is beter. Goed. Beest, om mee te beginnen. Geef is functie gx, x tot de derde plus 2, x tot de plus 3, x plus 4, gedeeld x tot de min 2, x min 8. De functie kan ook geschreven worden als bla bla bla. Toon dit aan met behulp van een staardeling. Oké, dat is leuk, een staardeling. Dus dan het ding wat je gaat delen moet bovenin staan, hè, de teller. Dus x tot de derde. Plus 2x kwadraat plus 3x plus 4. En waar je door gaat delen, dat is een tweede gratis ding. Anders is het namelijk geen beest. X kwadraat min 2x min 8. Nou, wat nou zo aardig is, dit is een derde gratis ding, dit is een tweede gratis ding. We verwachten hier dus twee dingen. Iets met een x en iets met een getal. Oké, hoe vaak was x kwadraat en x tot de derde? X keer. X keer x kwadraat. Dus x tot de derde, x keer min 2x, min 2x kwadraat. En x keer min 8 is min 8x. Dan doen we dat van elkaar afhalen. Dus x tot de derde, min x tot de derde is 0. 2x kwadraat, min min 2x kwadraat is 4x kwadraat. En 3x min min 8x is natuurlijk plus 11x. Dan is de vraag, hoe vaak past x kwadraat in 4x kwadraat? Nou, 4 keer natuurlijk, dus je doet alles keer 4. 4 keer x kwadraat geeft 4x kwadraat. 4 keer min 2x geeft min 8x. En 4 keer min 8 is min 32. Ja, en dan om het makkelijk te kunnen uitrekenen, neem je dan die plus 4 nog even mee. Hè, want die 4 hoort er ook bij. Dus dat moeten we weer van elkaar af. Dus 4x kwadraat min 4x kwadraat, dat is dan 0. 11x min min 8x is 19x. En plus 4 min min 32 is plus 36. Dus dat betekent dat we die functie kunnen schrijven als het antwoord van de deling. X plus 4. Plus wat we nog over hebben. De rest heet dat. Gedeeld door waar we door aan het delen waren. Dus die x kwadraat min 2x min 8. Oké, was dat het ding wat we hadden? 19x plus 36. Ja, zie je dat? Dus dat is de goede. Nou, mooi. Dan gaan we naar som 2. Bij som 2 zeggen ze breken de primitieven van g. Dus we moeten nu dit ding moeten we gaan primitiveren. En de methode die je gebruikt om zo'n ding te primitiveren hangt af van de discriminant van dit ding. Nou, je kan zien dat je hem kan ontbinden. Hè? Want je zoekt twee getallen die keer elkaar min 8 zijn en plus elkaar min 2. Dat zijn plus 2 en min 4. Dus dat betekent dat de discriminant groter is dan 0. En we gaan heel even kijken wat er gebeurt als je dit ding... Als je dat gaat splitsen op de manier die we hebben geleerd. Breuksplitsen heet dat. Dus we gaan nog niet primitiveren, alleen maar even breuksplitsen. Dat ontbinden gaf dus een plus 2 en een min 4. Dus dan krijg je hier x plus 2 en x min 4. En dan zeg je van, nou kijk, dit wil ik schrijven als a gedeeld door x plus 2. Plus b gedeeld door x min 4. Of andersom, dat maakt niet uit. Dan verwissel je de rol van A en B. Maar dan krijg je alsnog hier hetzelfde getal en daar hetzelfde getal. Maar dan in een andere volgorde. Kan dit dan, meneer? Ja, want je kan nu uitrekenen wat A en B zijn door deze breuken gelijknamig te maken. Dat betekent dat je die eerste, die ga je boven en onder vermenigvuldigen met x plus 4. Dat extra haakje dat is niet nodig, dat had ik al gezet. En onderin ook vermenigvuldigen met x plus 4. Als je dat doet, dan krijg je hier haakjes. En op dezelfde manier ga je deze vermenigvuldigen met x min 4. Dit moet een min zijn.
En dit moet ook een min zijn. Min. Goed, en deze vermenigvuldig je dan met x min 2. X min 2. Oké, nou, wat komt er dan allemaal uit? Nou, dan krijg je dus a keer x min 4. Dat is ax min 4a. Gedeeld door x tot de vierde keer x plus 2. Plus, en dan doen we b keer x min 2. Dus dat is bx. Dat is een b. Min 2b. En dat moet dan allebei gedeeld worden door dit in x plus 2 keer x min 4. Maar de korte manier van schrijven was gewoon x kwadraat min 2x min 8. Oké. Nou, nu kunnen we de termen met x en de losse termen bij elkaar rapen. En dan krijg je dat je hebt a plus bx. A plus b keer x. En ook nog min 4a. Heb ik het dan hier ook verkeerd om opgeschreven? Dat is een beetje een slechte volg op deze manier. Hè? Maar kijk, hier staat x plus 2. Dus dan moet je dit vermenigvuldigen met x plus 2. Als je dat doet, dan krijg je hier... geen plus teken, nee. Ik vind hem ook niet zo goed vegen vandaag eigenlijk. Dus even extra vegen. Zo, oké. Dit is die min van de min 4a. Maar deze min 2b, dat moet een plus 2b zijn. Want je doet b keer plus 2, dat is plus 2b. Dus plus 2b. Gedeeld door x kwadraat min 2x min 8. Nou zie je dat dit ding en dit ding dezelfde vorm hebben. Dat betekent dat die a plus b, dat getalletje wat voor de x staat, dat moet 19 zijn. En dat losgetal, de min 4a plus 2b, moet 36 zijn. Min 4a plus 2b, dat moet 36 zijn. Nou, dan, dat is leuk. Dan hebben we een stelsel. Kijk maar. En dat stelsel kan je oplossen door bijvoorbeeld de bovenkant keer 2 te doen. En de onderkant keer 1 en dan van elkaar af te halen. Dus dan krijg je 2a plus 2b. Is 2 keer 19, en dat is natuurlijk 38. En dan heb je ook nog de min 4a plus 2b is 36. Als je dit van elkaar af gaat halen, dan krijg je dus 6a. En die b vallen weg. En 6a is 38 min 36 is 2. Dus a is 1 derde. En op dezelfde manier... krijg je dan, omdat a plus b is 19, dan krijg je dus b is 19 min die a, maar dat was 1 derde. Dus dat is 18 2 derde. Dus nu weten we dat we dit ding kunnen schrijven op deze manier. Nu gaan we primitiveren. Dus we willen de primitieven hebben van x plus 4 plus 1 derde gedeeld door, wat was bij ons a? Dat was hier met x plus 2. Plus 18 2 derde gedeeld door x min 4. Zo. Oké. Nou, dit is op zich wel te doen met primitiveren. Want die x primitiveren dat geeft een half x kwadraat. De 4 primitiveren geeft een 4x. En deze twee dingen worden een ln van de absolute waarde. En die absolute waarde is hier echt belangrijk. Want anders werkt die op de helft van je domein niet. Hè? Want dit doet het voor alle x behalve min 2. Maar als x is kleiner dan min 2, dan is dit getalletje negatief. Dus als je hem dan zonder absolute waardestrepen in de ln zet, dan krijg je een probleem. Dat hadden ze vorig jaar op het examen gedaan en daardoor hadden ze een vraag afgekeurd uiteindelijk. Dus dat was niet zo slim. Oké. En dan plus 18 2 derde keer de ln van de absolute waarde van x min 4. Plus c. Niet vergeten, hè? Daar staat heel duidelijk hier, berekent de primitieven van g. Nog eventjes kijken, waar komt die ln ook weer vandaan? Nou, als je 1 gedeeld door x primitiveert, krijg je de ln van de absolute waarde van x plus c. En als je een lineaire functie van x primitiveert... Dus je krijgt hier die ln van ax plus b met een 1 gedeeld a ervoor. Misschien kunnen we dit eruit knippen of zo, dat weet ik niet. Maar misschien ben ik daar wel gewoon te lui voor. Ik denk dat ik daar te lui voor ben. Laten we gaan naar de volgende som.
Dat is som 3. Een gewone integraal en een beest. Gegeven is de functie fx is x min 2 plus 2 gedeeld x plus 1. Vakdeel v wordt ingesloten door f van f. De x-as zie ontstaan de figuur. De fiek van f snijdt de x-as bij 0 en bij 1. Toon dit aan door de vergelijking fx is 0 exact op te lossen. Oké, dus dan moeten we zeggen x min 2 plus 2 gedeeld door x plus 1 is gelijk aan 0. Dus dan doen we de x min 2 eventjes naar de andere kant. Dus dan krijg je 2 gedeeld door x plus 1 is 2 min x gedeeld door 1. En doe je het zo keer elkaar kruislinks. Dus dan krijg je x keer 2. Of laten we het even uitschrijven eerst. Dus eerst even met haakjes. Dus dan krijg je x plus 1 keer 2 min x. Is gelijk aan 2. Dus dan krijg je x keer 2. Dus 2x, 1 keer 2 is 2. 1 keer min x, min x. En x keer min x is min x kwadraat. Dat ik eigenlijk eerst wilde doen. Nou, wat nou zo leuk is. Die tweeën vallen weg. Zie je dat? 2x min x is gewoon x. Dus eigenlijk staat hier min x kwadraat plus x is 0. Dus dan krijgen we x keer min x plus 1 is 0. Dat geeft x is 0. Van deze is 0. Of min x plus 1 is 0. Dus x is 1. Dus dat moesten we bewijzen. Dat moesten we aantonen exact. Snijpunten met de x-as zijn inderdaad 0 en 1. Nou, waarom zat deze som erin? Om u te helpen. Want bij som 4 moet je aantonen dat de oppervlakte van v gelijk is aan ln van 4 min 3 tweede. En de oppervlakte van v, merk op dat v onder de x-as ligt. Dus als je dat wil uitrekenen, dan neem je de integraal van 0 tot 1 van de formule van de x-as, 0 en dan min die f. Dus dan krijg je x min 2 plus 2 gedeeld door x plus 1. En laten we dat minteken dan even uitwerken. Dus dan krijgen we hier min x plus 2 min 2 gedeeld door x plus 1. Zo. En dan gaan we primitiveren. Dus dan krijg je min x kwadraat primitiveren, dat geeft natuurlijk min een half x kwadraat. Plus 2 primitiveren geeft 2x. Dit ding primitiveren, dat geeft 2 keer de ln van x plus 1. Evalueren in de grenzen 0 en 1. Dus als je dit gaat uitrekenen, moet je dan eerst die 1 invullen. Dus dan krijg je min een half plus 2. En min een half plus 2 is anderhalf. Dan krijg je ook min 2 ln 2. Als je die 0 invult, nou hier krijg je gewoon 0. Hier krijg je ook 0. En hier krijg je de ln van 1. Nee, maar de ln van 1 is ook 0. Dus dit levert dan allemaal niks meer op. Die 2 ln 2 zou je dan nog kunnen schrijven als een half min ln 4. Of als ln 4. Dit stukje wordt ln 4. Waarom? Omdat je die 2 in de macht mag zetten van het dingetje in de logaritme. En dat moesten we laten zien. ln 4 Oké, nou heb ik heel braaf hier minteken opgeschreven. Wat is ln 4? ln 4 min 3 tweede. Dat is een negatief getal. Oh! Oké, dus het heeft altijd verkeerd in deze toets gestaan. Dat is leuk om te weten. Dus het moet zijn, dit antwoord, want je moet dat minteken hier hebben. Het is fijn dat ik dat nog even kan aanpassen voor jullie. Dus bij jullie staat er dan gewoon 3 tweede min ln 4, maar hier staat op een of andere reden ln 4 min 3 tweede. En dat is fout. Dat had ik bij het maken van het antwoordmodel niet gezien, maar nu gelukkig wel. Als je vlakte v wentelt om de x-as, dan krijg je lichaam w. Er is gegeven dat het kwadraat van f gelijk is aan bla bla bla.
Hiervan mag je zonder bewijs gebruik maken. Dat is erg fijn. Dus dat is natuurlijk weer om jullie te helpen. Hè? Dus dat is een omwentelingslichaam. En de inhoud van een omwentelingslichaam breek je als volgt. Je doet de integraal van 0 tot 1 van pi keer de functie in het kwadraat. Maar de functie in het kwadraat staat hier, dat is dit. Dus dat is x kwadraat min 4x plus 8 min 12x plus 8 gedeeld door x kwadraat plus 2x plus 1. Oké. Nou, dit is ook weer een beest. Hè? Dit is het tweede beest. Stond ook in de titel van de som. En hiervan is de discriminant 0, want je kan het ontbinden als x plus 1 keer x plus 1. Dus je krijgt dit. Dus pi. De pi haal ik eruit. En dan hopelijk vergeet ik hem tussendoor niet op te schrijven. Die x kwadraat min 4x plus 8, die kun je vrij makkelijk primitiveren. Daar krijg je ook vrij makkelijk punten voor. En dan die min 12x plus 8. Het idee was, aan de onderkant kreeg je een x plus 1 in het kwadraat. Dan moest je aan de bovenkant een veelvoud maken van die x plus 1 met behulp van die 12. Dus dan zeg je van nou kijk, dat is 12 keer x plus 1. Hè, dan heb je dit 12x, maar je wil ook nog een plus 8. Maar dit geeft een plus 12, dus dan maak je hier nog eventjes een min 4 van. En dan kan je deze twee uit elkaar halen. Dus dan krijg je een pi keer de integraal van 0 tot 1 van x kwadraat min 4x plus 8. Nou, dan krijg je dus min 12 gedeeld door x plus 1, want 1, x plus 1 valt weg. En dan heb je ook nog min keer min 4, dat is plus 4 gedeeld door x plus 1 in het kwadraat. Oké, nou, hoe zat het ook alweer? We hebben net al behandeld wat de primitieve was van 1 gedeeld door x. Maar hoe zat dat met 1 gedeeld door x kwadraat? Nou, bij primitiveren wordt de macht eentje hoger. Hè, dus in dit geval krijg je 1 gedeeld door x. Maar bij differentiëren spuugt hij een min 1 uit. Dat wil je niet. Dus je zet er een min voor. Dus als je 1 gedeeld x kwadraat primitiveert, krijg je min 1 gedeeld door x. En als je een functie staat van x, bijvoorbeeld een lineaire functie, bij een algemene functie werkt het niet. Dan moet je de kettingregel gaan doen, wordt vervelend. Dit is eigenlijk ook de kettingregel, maar dan is het niet vervelend. Hier krijg je hetzelfde antwoord, maar je krijgt er een 1 gedeelde a voor. Dus min 1 gedeelde a keer 1 gedeelde x. En dat kan je natuurlijk als 1 breuk schrijven als je dat wil. Oké, dus deze kunnen we primitiveren. Dat wordt pi keer. X kwadraat primitiveren geeft een derde x tot de derde. Min 4x primitiveren geeft min 2x kwadraat. Plus 8 primitiveren geeft plus 8x. Dit ding geeft min 12 keer de ln van x plus 1. Met absolute waardestrepen. Hoewel dat bij deze som niet erg is, want je moet 0 en 1 invullen. Dus dan heb je de absolute waardestrepen niet echt nodig. En dit geeft een min 4 gedeeld door x plus 1. Dat wordt dan weer een min vanwege deze min. Maar omdat er niks voor de x staat, er staat gewoon 1 voor de x, krijg je die 1 gedeelde a hier niet te zien. Evolueren in de grenzen 0 en 1. Oké, nou dan gaan we 1 invullen. Dus dan krijg je een derde. Min 2 plus 8. Oké, een derde. Min 2 plus 8 is 6 1 derde. En dan min 12 keer de ln van 2. Oké. En dan vervolgens moet je doen min. En dan wordt dit 0, wordt dit 0, wordt dit 0, wordt dit 0. En dit wordt dan 4 gedeeld door x kwadraat plus 1. Dat kan een beetje raar uit. Oh nee, dat is omdat ik dom ben. Kijk, je moet deze ook nog invullen. Dit wordt 4 gedeeld door x plus 1, dus dat wordt 4 gedeeld door 2. Hè? Dus dit wordt nog min 2. Ja, nu gaan we die 0 invullen. Dus die 6 1 derde die komt hier vandaan. Die min 12 en een 2 komt hier vandaan. En die min 2 die komt hier vandaan. En dan gaan we nu ook nog 0 invullen. Dan wordt dit 0, dit 0, dit 0. Dit wordt ook 0 om dezelfde reden als net. En dit wordt min 4. En als je dit allemaal samenneemt, dan krijg je dus 6 een derde
min 2 plus 4, dus eigenlijk plus 2. Dus dan krijg je pi keer 8 1 derde min 12 keer de ln van 2. En nou, dat moesten we hier ook hebben. Oké, dus dat is mooi. We zijn al op de helft van het ST. Alternatieve goniometrische somformules. De alternatieve goniometrische somformule voor de sinus luidt bla bla bla. Die kwam ik tegen in een artikeltje over iemand die een fast Fourier transform wilde doen op een Arduino. En dat hij een heel snel, de FFT fast Fourier transform is al een snel algoritme. Maar hij had daar dan hele snelle implementatie van gemaakt. En daar had hij dan die formule voor nodig. Dus toen dacht ik van, hey, dat is een leuke formule voor in het ST voor 6 VWO wiskunde B. Dus sinus A plus B is, dit moeten we dan bewijzen, dus sinus A plus sinus B keer de cosinus van A min 2 sinus kwadraat een half B keer de sinus van A. Oké, nou, kijk, die heeft een sinus A, die heeft een sinus A. Dus we kunnen die sinus B cosinus A eventjes laten staan aan het eind. En dan kunnen we hier de sinus A buiten haakjes halen. En dan krijg je van dit ding krijg je dan een 1. En van dit ding krijg je een min 2 sinus kwadraat een half B. En dat moet dan vermenigvuldigd worden met de sinus van A. Dus eigenlijk is het mooi om die sinus A er even voor te schrijven. Dan ziet het er herkenbaarder uit voor iedereen. Dus sinus van A keer dit ding. En dan plus de sinus van B keer de cosinus van A. Oké, en 1 min 2 sinus kwadraat van iets. Herkennen we dat ergens van? Ja, natuurlijk. Dat herkennen we van het formuleblad. En de meeste van jullie kennen deze formule natuurlijk gewoon uit je hoofd. Kijk, dit is hem. De cosinus van 2t is 1 min 2 sinus kwadraat t. Dus je kan dit ding schrijven. Als je dat wat hier staat, als je dat keer 2 doet. Dus dan krijgen we hier sinus van A keer de cosinus van 2 keer een half B. Plus de sinus van B keer de cosinus van A. Oké, maar 2 keer een half is natuurlijk gewoon 1. Dus dan staat hier sinus A keer de cosinus van B plus... kijk wat de volgorde hier is. Eerst de cosinus. Oké, dan doen we hier de cosinus van A keer de sinus van B. En dit is de somformule van de sinus. Hè? Die staat op formuleblad. Dat is de eerste formule. Somformule sinus. Dus ja, deze formule is gelijk aan de somformule van de sinus. Dus we hebben het nu bewezen. Jee. Oké, gaan we naar som 7. Som 7. Verticale afstand. Gegeven zijn de functies fx is ln 2x min 1, gx is ln x plus 2, los exact op, bla bla bla. Oké, nou, laten we dat maar even opcijferen dan. Dus dan krijgen we de absolute waarde van fx min gx moet gelijk zijn aan de ln van 2. Nou, laten we de definitie van fx en gx even invullen. Dus dan krijgen we de ln van 2x min 1. Ja, geen absolute waarde hier. Nee, we hadden alleen maar aan de buitenkant absolute waarde. Ik zit nog even in de primitiveermodus. Min de ln van x plus 2. Zo. Dat is een hele scherp afgestelde borstel dit. X plus 2, ja, en dan, dat moet dan de ln van 2 zijn. Oké. Nou, als je die ln van elkaar afhaalt, dan krijg je een deling. Dus dan krijg je hier de absolute waarde van de ln van 2x min 1 gedeeld door x plus 2. Dat moet dan gelijk zijn aan de ln van 2. Nou, hoe zat het ook alweer? Als de absolute waarde van a gelijk moet zijn aan b, dan moet a gelijk zijn aan b. Of min a moet gelijk zijn aan b. Dat schrijf je dan meestal als a moet gelijk zijn aan min b. Dus dit geeft dit. Dus je krijgt hier... dat de ln van 2x min 1 gedeeld door x plus 2, dat gelijk moet zijn aan de ln van 2. Of dat de ln van 2x min 1 gedeeld door x plus 2
gelijk is aan min de ln van 2. Oké, en zo'n min, hè, die kon je ook in de macht zetten. Dus eigenlijk wordt dit de ln van een half. Oké, nou als ln'en gelijk zijn, als de ln van a gelijk is aan de ln van b, dan moeten a en b gelijk zijn. Dus dan krijg je dit. Dan krijg je 2x min 1 gedeeld door x plus 2 is gelijk aan 2, maar dat schrijf ik even als 2 eende. En hier krijg je 2x min 1 gedeeld door x plus 2 is gelijk aan de ln van een half. Of aan een half, hè. De ln hadden we weggehaald. Nou, kruisingsvermenigvuldigen. Dus dan krijg je hier 2x min 1 is gelijk aan 2x plus 2. Dan zeg je van, hey, als ik die 2x naar de andere kant breng, krijg ik 0. En dan krijg ik min 1 is gelijk aan 2. Dit kan niet, geen oplossing. En hier krijg je wel een oplossing. Dan krijg je 2 keer x min 1. Dus dan krijg je 4x min 2 is gelijk aan x plus 2. We lossen getal x naar die kant, dus dan krijg je hier 3x. Min 2 naar de andere kant krijg je 4, dus x is 1/1. Even kijken, dat hier ook. Dat komt me wel bekend voor. Ja. Oké, kunnen we dit nog even controleren? Ja, natuurlijk kunnen we het controleren, want we hebben een absolute waarde op onze rekenmachine. De absolute waarde van de ln van 2x min 1. Min de ln van x plus 2. En dat moet gelijk zijn aan de ln van 2. Nou, als ik dan gewoon het standaardwindow pak, kijken, krijg ik dan iets in beeld. Dat is mijn ene ln. Oh nee, dat is mijn ln die in elkaar. Ja. Ja, dat is op zich wel grappig. Want je ziet hier dus bij die 1/1, dat zal die 1/1 wel zijn. Even kijken. Of dat echt 1/1 is hier aan de rekenmachine. Is het 1/1? Ja, maar er zit hier ook een asymptootje of zo. Hè? Waar gaat het dan naartoe? Nou, je kan hier naar kijken. Als dit gaat, je krijgt hier dus de limiet voor x. Dat is leuk voor mensen die bezig zijn met het hoofdstuk waar we nu mee bezig zijn in de les. De limiet voor x gedaan oneindig van de binnenkant van de ln. We kijken even naar de binnenkant van de ln. Dan krijg je dus 2x min 1 gedeeld door x plus 2. En de manier waarop je dit kon aanpakken was van alles door x delen. Dus dan krijg je de limiet van x. En dat is een stap die verplicht is om op te schrijven, vinden veel mensen. Zoals bijvoorbeeld sommige tweede correctoren uit mijn verleden. Dus die willen er dan punten weghalen als je dat niet helemaal zo opschrijft. Daar kun je natuurlijk over discussiëren, maar goed. Dus, kijk, deze gaat naar 0, die gaat naar 0, dat is een standaardlimiet en dan kom je inderdaad uit op 2. Dus in de limiet is de binnenkant van deze ln gelijk aan 2, maar hij komt nooit bij die 2, dus die tweede oplossing heb je inderdaad niet. En dit geeft inderdaad geen oplossing, ik zie hier geen extra punten. Dus wat we hier hebben komt overeen met wat we hier hebben uitgerekend. Dat is fijn. Oké, laatste som. Som 8. Een leuke stelling met vectoren. Gegeven zijn de punten. Oei. Oké. Nou, gelukkig staat er een tekeningetje bij. Ik zal eventjes overnemen. Dus we hebben hier de x-as. We hebben de y-as. En op dat punt, op de y-as ligt een punt B. En op de x-as ligt een punt A. En de coördinaten van punt B zijn 0,b. En dan hebben we hier een gelijkbenige rechthoekige driehoek. 0,b. En dan hebben ze een ander punt, D. Dat zit hier bijvoorbeeld. En die heeft als coördinaten C, D. En daar maken ze ook een gelijkbenige rechthoekige driehoek van. Met hier punt C. En deze zijden zijn even lang. En deze hoek is recht. Nou, dit is de situatie. Oké, nou wat moeten we daar dan mee? En dan zeggen ze, toon aan dat BC iets is en AD ook iets is. Oké, dus som 8 BC. BC is C min B, hè? Eigenlijk heel flauw. Dus vector C min vector B. Dat was de manier waarop we dit uitrekenen. Het is zelfs vernoemd naar iemand, dit regeltje. Ik weet niet meer precies naar wie. Maar die vernoeming gebruiken we niet, omdat het eigenlijk gewoon zo'n flauw regeltje is.
Je kan het zo zeggen, als je van B naar C wil, dan begin je in B, maar dan loop je naar de oorsprong, dan vanuit het minteken. Min vector B betekent van B naar de oorsprong. En loop je van de oorsprong naar C, dus als je dat doet, inderdaad ga je van B naar C. Dus dat is de reden dat dit werkt. Oké, maar vector C weten we nog niet. Vector C is namelijk een naar rechts gedraaide versie van vector D. Dus, deze kant op draaien, zo in een rondje, dat was rechtsom. En de andere kant op in een rondje draaien, dat was linksom. Dus een klok draait rechtsom. Ja. Oké, dus die vector D, als ik die vector naar rechts draai, dan krijg ik vector C. En vector B, die weet ik al, die is gegeven, dus dat is mooi. Een vector naar rechts draaien. Kijk, vector D is eigenlijk gegeven. Hè? Dat is een vector met eerste kental C, tweede kental D. En als iets naar rechts draait, dan switch je die dingen. En dan zit je aan de onderkant een minteken erbij. En dan moet je die vector B ervan aftrekken, dus dan krijg je dit. Dus boven krijg je gewoon D. En onderin krijg je min B, min C in een of andere volgorde. En dat is ook wat zij hier hebben staan. Dus dit hebben we goed gedaan. En dan gaan we ook nog even vector AD bekijken. Dat is dan op dezelfde manier vector D min vector A. En dan zeggen we nu, ja, maar vector A weten we niet. Maar vector B wel, als we B naar links draaien, krijgen we A. Dus vector D kunnen we letterlijk overnemen, CD. En vector A, als we naar links draaien, krijgen we aan de bovenkant een minteken. Dus dan krijg je hier min B. En onderin 0. En als je dit samen neemt, min min wordt plus, dan krijg je B plus C, D. Oké, som 9 en 10, dat kan je op een lange manier doen of op een korte manier. De korte manier is dat je zegt van, deze vectoren. Het lijkt wel als ik vector AD pak en ik draai hem naar rechts. Even kijken hoor, AD. En ik draai hem naar rechts. Dat betekent de inhoud switcht en de onderkant krijgt een minteken. Dat is vector BC. Maar als de ene vector een naar rechts gedraaide versie van de andere vector is, dan zijn de vectoren loodrecht en dan zijn ze even lang. Dus als je alleen dit opmerkt, krijg je 6 punten voor som 9 en 10. Maar dat is niet de manier waarop ik verwacht dat de meeste van jullie het aanpakken. Ik verwacht dat de meeste van jullie hadden gezegd van, lengte even lang, dan moeten we de lengte uitrekenen. Dus dan zeg je van, de lengte van BC, dat is Pythagoras, hè? Laten we de wortel niet trekken. We berekenen gewoon het kwadraat van de lengte. Als het kwadraat van de lengte gelijk is, is de lengte ook gelijk. Dus BC in het kwadraat geeft D kwadraat plus de min B min C in het kwadraat. Dus dat geeft D kwadraat plus B kwadraat plus 2BC plus C kwadraat. En op dezelfde manier de lengte van AD berekenen in het kwadraat geeft een B plus C in het kwadraat plus een D kwadraat. Dat geeft gewoon hetzelfde antwoord. Dus dan zeg je, die lengtes zijn gelijk, dus ze zijn even lang. En som 10, dit is dus som 9 zoals ik van jullie had verwacht ongeveer, som 10. Reken als de loodrecht op elkaar staan, dan kun je in product uitrekenen. Dus dan zeg je, ik ga BC in product AD uitrekenen. Dus BC is D en dan met onderin een min B en een min C. En AD was boven een B plus C en onderin een D. Als je dan de bovenkant keer elkaar doet, krijg je D keer B plus C. En als je het onder doet, dan krijg je min B min C. Dus het is eigenlijk min B plus C, hè, keer D. En hier staat allebei hetzelfde. Dus inproduct is 0. Dus die dingen zijn loodrecht. Dat was het ST. Dus ik hoop dat jullie het een leuke ST vonden. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.
We'll be right back.